Gert Kruijs, vanmiddag de tweede competitiewedstrijd tegen ONL en Sneek, promovendus. Wat verwacht jij van deze ploeg, van Sneek? Nou, wat ik verwacht is het volgende. Het is een ploeg die in ons een uitdaging zien. Ploeg van Sneek wordt gekenmerkt door veel jongens met een Cambuur-Leeuwarden achtergrond. Sterker nog, is een aantal jongens waar ik in het verleden mee gewerkt heb. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken. Maar het is denk ik voor ons een hele zware en lastige uitwedstrijd. Waarom een zware, lastige uitwedstrijd? Nou goed, omdat wij te maken gaan krijgen denk ik met een tegenstander die enorm gebrand is om in hun eerste thuiswedstrijd, terwijl ze promovendus zijn in die topklasse, om ten koste van alles die wedstrijd te winnen. En wij moeten dat ook hebben. Wij moeten ook het belang van de wedstrijd inzien. Het is natuurlijk enorm belangrijk dat je de aansluiting naar boven gaat krijgen. We hebben vorige week een punt gepakt. Nou, daar hebben we al veel over gezegd. Maar dan is het wel belangrijk dat je in je tweede wedstrijd wel de benodigde drie punten gaat halen. Behalve die drie punten, welke punten wil je dat nog meer verbeteren vanmiddag? Nou, we kunnen dat heb ik al een aantal keren gezegd, heb ik ook naar de wedstrijd tegen Linden gezegd. Dat we al fases behoorlijk goed voetballen, maar dat moeten we langer volhouden. Ons spel wordt ook nog wel regelmatig gekenmerkt door wat slordigheden. En die moeten eruit. En het balbezitverhaal, vooral het combinatiespel via het middenveld, dat moeten we vaker zien. En in de afronding kunnen we ook nog wel wat stappen maken. Dus wat dat betreft zijn er nog wel een heleboel verbeterpunten. Kan dat in een derde wedstrijd van het seizoen? Zoveel? Nou, daar streef je wel naar. Maar ik heb al meer gezegd, het heeft natuurlijk tijd nodig. Er zijn veel nieuwe jongens. Dat betekent ook dat je daar veel moet trainen, veel aan moet werken. Maar van de week zagen we al een aantal fases stijgende lijn. De inzet is prima, dus wat dat betreft heb ik er wel een goed gevoel over. Gert Kruijs, veel succes vanmiddag. Dankjewel. Op deze zonnige zaterdagmiddag speelden IJsselmeervogels in Sneek tegen ONS, dat vorige week met 3-0 verloren van Scheveningen. En IJsselmeervogels in dezelfde opstelling als vorige week, toen met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen FC Lisse. Niet heel spannende gebeurtenissen in de eerste helft. Een vliegend schot ver naast het doel van Zonneveld van de mannen van Sneek. IJsselmeervogels overigens in de away shirts. Gade geslagen door trainer Gert Kruijs. Een hoekschop van de Vriezen. Die toch bovenop de lat eindigt. Zonneveld staat erbij en kijkt ernaar of hij had precies goed ingeschat hoe groot zijn doel is. Dan een aanval via de rechterkant. Wat ruimte bij Tony Tol. Die met wat geluk de bal voor het doel krijgt. Maar uiteindelijk is het een te moeilijke hoek om er een echte kans van te maken. En zo zijn we al een half uur voorbij in de eerste helft. En zien we een overtreding, een lichte overtreding. Maar wel gemaakt en gezien door scheidsrechter Dijkstra. De vrije trap wordt genomen door Nick Kuipers en eigenlijk ziet niemand waar de bal naartoe gaat. Ook de keeper van ONS niet. Van der Brink stond daar prima in de weg. Het lijkt alsof hij hem nog even aanraakt, maar als we de herhaling goed bestuderen, dan is volgens mij goed te zien dat de bal in één keer vanaf de voet van Nick Kuipers achter in het doel stuitert. En zo staat IJsselmeervogels ineens op een 0-1 voorsprong in Sneek. En lijkt er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht als je na 32 minuten spelen gewoon met 0-1 voor staat. Het doelpunt wordt gevierd natuurlijk. En de vogels misschien wel op weg naar een mooi resultaat. Een beetje knullig balverlies van de aanvoerder van IJsselmeervogels, Dennis Hollard. Luidt een kans in voor Sneek. De bal wordt gemist en daarna geraakt, maar gelukkig langs het doel van Zonneveld. En zo kwam IJsselmeervogels daar met de schrik vrij. Een minuut of 10 voor de rust. Een aanval van de vogels. Een schot van Nick Kuipers van grote afstand, wat nog even lastig genoeg is. Voor de goalie van Sneek, Ivan Landlust, maar hij pakt de bal toch nog vast in twee instanties. En daardoor ook het gevaar geweken. Dan een vrije trap van ONS vanaf de linkerkant. Goed ingekopt door de aanvoerder van de Vriezen en van de lijn gehaald door Bas van der Brink via de paal. Eerst de vingertoppen van Zonneveld, de paal en daarna de verdediger van IJsselmeervogels nog eens een keer goed kijken. Kopduel prima gewonnen daar door de spits van de Vriezen. Via de vingertoppen, de paal. En IJsselmeervogels heeft daar zo langzamerhand patent op. Vorige week ook al de bal van de lijn gehaald. Geen doelpunt dus. En zo blijft het 1-0 voor IJsselmeervogels. Of dit moet nog iets worden. Net voor rust.
voor het verstrijken van de tijd. Een rommelige situatie, een soort epipillenvoetbal. Maar ook daar weet IJsselmeervogels uit te komen. En zo is het een 0-1 voorsprong als er na 45 minuten wordt gefloten voor het einde van de eerste helft. Overtreding aan de linkerkant van het veld. Rechts aanvallend gezien voor ONS. Met een voorzet die eigenlijk blijft hangen, maar gelukkig uiteindelijk eindigt in de handen van de keeper van IJsselmeervogels. Daarna lijkt IJsselmeervogels de zaak redelijk onder controle te hebben. Niet met oogstrelend voetbal, maar wel met een 0-1 voorsprong en met wat kansen zo hier en daar. Door wat knullig uitverdedigen van ONS komt de bal uiteindelijk bij de spits van IJsselmeervogels, Gourbekovic, maar zijn schot gaat over het doel heen van Landlust. Volgende kans niet veel later aan de rechterkant van het veld. Goed steekpaasje het 16 meter gebied in. En een schot van afstand wat van richting wordt veranderd. Een schot van Toor wat bijna zo achter de keeper van de Vriezen zou eindigen. Maar IJsselmeervogels had op dat moment niet het geluk om op 0-2 te komen. 28e minuut. Weer een aanval van IJsselmeervogels. Dat eigenlijk er toch op uit leek te komen om deze wedstrijd met een overwinning af te sluiten. En hier claimt IJsselmeervogels ook een penalty. In de mangel tussen twee spelers op de rand van het 16 meter gebied. Is dat dan een penalty of niet? De scheidsrechter vindt van niet. En het schot levert helaas ook niks op door een goede redding van Landlust. Maar het was jammer dat daar niet voor gefloten werd voor een penalty door de scheidsrechter. 10 minuten voor het einde van de wedstrijd gebeurt dan toch nog waar je bang voor was als je lang met 1-0 voor staat en niet de kansen krijgt die je benut. Goed doorgegaan tussen drie IJsselmeervogels verdedigers in. Schiet daar Sandor van der Heijden de 1-1 in de touwen. En natuurlijk feest bij de supporters van ONS. En IJsselmeervogels even billen knijpen, was al gewisseld. Eigenlijk een aanvaller voor een middenvelder. Het leek erop alsof Gert Kruis die 1-0 koesterde en mee wilde nemen naar Spakenburg. Maar daarna werd het al snel 1-1 en moest IJsselmeervogels toch nog op zoek naar de overwinning. Dat lukt niet, want in blessuretijd, ver in blessuretijd, pakt ONS de overwinning door Martijn Rozenburg. Kopduel wordt daar eigenlijk nog vrij simpel verloren. Er is eigenlijk helemaal geen sprake van een duel. En dan ineens staat de blonde Vries vrij en tikt de bal achter Zonneveld. En zo is het een deceptie voor IJsselmeervogels. Een slecht resultaat, 0 punten mee uit Sneek. Dat zal nog wel even nabulderen in de kleedkamer bij IJsselmeervogels. Geen punten dus voor de mannen van Gert Kruis. Die nog wel proberen in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd in de buurt te komen van het doel van de Vriezen. Met de moed der wanhoop zou je bijna zeggen. Want wat is dat een tegenvaller als je met 1-0 voor staat en met 0 punten naar huis gaat uit Friesland. Dennis Hollard, we hebben 2 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Dat zal niet overeenkomen met jouw verwachtingen, denk ik. Nou, ik denk met niemands verwachtingen. Ik denk dat we sowieso vorige week kun je nog leven met een puntje. Maar vandaag moet je gewoon de 3 bijhalen. En dan moet je gewoon 2 uit 4, moet je gewoon 4 punten hebben, punt uit. De eerste helft was moeilijk. Heb je nog als excuus de tegenwind? De tweede helft voetbalde je iets beter. Maar om nou te zeggen van, nou, we hebben veel kansen gecreëerd. Nou, dat klopt, we hebben weinig kansen gecreëerd. Maar als we kijken, de tweede helft hadden we het onder controle tot een kwartier voor tijd. En toen die goal viel, ja, dan zie je toch een hele omschakeling. En dan gaan we in hun spel mee verder. En dan gaan we ook de lange bal hanteren. Terwijl we het op voetballende manier hun helemaal stuk konden spelen eigenlijk. Ja. Die lange bal hanteren, deed je ook in de eerste helft. Dat is gewoon niet slim voetbal, denk ik dan. Ja, hun lieten wat ruimte achter hun verdediging. En daar kun je eens wel gebruik van maken met onze spitsen. Die toch wel veel snelheid hebben. En kijk, je moet wel zorgen dat je hun een keuze laat maken, ook hun verdedigend. En als jij alleen maar gaat voetballen, dan weten ze dat ze kort kunnen zitten. Nou, als je af en toe ook diep gaat, dan weten ze op een gegeven moment niet meer wat je gaat doen. En dan creëer je ook ruimte voor jezelf. Ja, bij die 1-1 leek er iets te knakken. Kijk ik even naar volgende week, hoe gaan we dit terecht draaien? Zeker tegen een ploeg als Rijnsburg. Ja, Rijnsburg is een goede ploeg. En veel fysieke kracht, veel voetbal zit erin. Dus ja, daar moeten we met z'n allen deze week naartoe werken. En ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon met z'n allen de duels winnen en zorgen dat we gewoon niks tegen krijgen. En dat is denk ik de eerste basis. En dan is het ook nog leuk om kansen te creëren natuurlijk. Want je moet ook zelf aan voetballen toekomen. Heb je het idee dat er al sprake is van een team? Want ik heb het idee van, er zitten nog wat losse eindjes. Ja,
het is, als je gewoon kijkt, de sfeer in het team is goed. En, maar dat moeten we vertalen op het veld. En, nou, dat heeft zijn tijd ook nodig. Je hebt heel veel jongens die van buitenaf komen en niet gewend zijn om op een bepaalde manier te voetballen. Dus ja, dan moeten we toch zorgen dat we in een zeer korte termijn dat wel voor elkaar krijgen. Heb je nog een week voor? Dat klopt. Dankjewel Dennis. Alsjeblieft. Gert Kruis, dit moet een enorme tegenvaller voor je zijn. Met 2-1 verliezen van ONS Sneek. Dat is het ook. Het is een wedstrijd geweest waarbij we denk ik de tweede helft verzuimd hebben om 2-0 te maken. Maar als je kijkt naar de wedstrijd is het zo dat we een moeilijke eerste helft hebben gespeeld. Maar toch voor zijn gekomen. En de tweede helft daarentegen hadden we bijna volledig onder controle. Ja, tot die eindfase. Ik stond te kijken, ik denk het is heel leuk tot aan de 16. Ja, nou ja, goed, met 1-0 voor en je verzuimt om de trek over te halen met 2-0. Hè. We hameren erop dat we veel meer moeten schieten uit de tweede lijn. We hebben een aantal aanvallen gekend waarbij dan toch wat meer het besluit genomen moet worden om te schieten. Nou, dat deden we niet. Dan hou je een tegenstander in de wedstrijd. We moesten misschien een penalty hebben. Nou, dat zullen we op de beelden van jullie wel bekijken of dat zo is. Maar dan hebben we een hele kansrijke vrije trap die er net niet in gaat. Dus je houdt een tegenstander hou je in leven. Ja, en waar we normaal goed in zijn om op de nul te spelen, ja, dat werd vandaag met voeten getreden. Want we zagen er natuurlijk bij beide goals niet goed uit. Nee, dat zag er naïef uit. Vorig jaar sprak je over dat het mentaal broos was. Nu kom je op 1-1 en ineens is het voetbal weg. En dan blijkt dus dat het mentaal ook nog steeds broos is. En heel gek is dat. We hebben daar heel veel over gesproken. Maar het is een constatering nu dat bij tegenslag we toch weer knakken. En dat vind ik wel heel erg teleurstellend. Ik ga dat ook met de groep bespreken, want dat had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat we op dat gebied wat verder zouden zijn. We hebben in fases van de wedstrijd gezien dat we goed kunnen voetballen, dat we de wedstrijd kunnen beslissen. Maar je ziet het in een situatie waarbij we het lastig hebben, ja, dan geven we niet thuis en dat is wel kwalijk. Ja, voor de wedstrijd gaf je aan dat je progressie wilde zien, hè, verbeteringen. Ten opzichte van vorige week viel het mij erg tegen. Heb jij meer verbeteringen gezien? Ja, goed. Ik heb de tweede helft heb ik Vogels gezien dat gewoon controle had en gewoon de wedstrijd moet beslissen. Dus ja, dat is hoe ik heb zitten kijken. En ik vind het, ik begrijp hartstikke de teleurstelling. Ik begrijp ook, je zei net, ik ben heel boos. Ik ben ook boos. Maar wat ik ook heel jammer vind is dat als we het veld verlaten, dat we overal vooruit gemaakt worden. Ja, dat zal er wel bij horen. Vind ik wel erg jammer. Ik weet heus wel dat de mensen een verre uitwedstrijd hebben. En ik weet heus wel dat trainers en spelers, als het niet draait, dat we dan aan de beurt komen. Maar ik vind ook wel dat we met normen en waarden te maken hebben. Dus dat valt mij ook wel tegen. Dus dat vind ik ook niet zo leuk. Verwacht je volgende week wat meer support tegen Rijnsburg? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er niet zoveel mensen meegaan, want die zullen ontevreden zijn over ons. Ja, wij kunnen alleen maar, wat we al mee bezig zijn dit seizoen, heel hard werken. We hebben heel veel geïnvesteerd en vandaag kwam het er niet uit. We hebben een teleurstellende nederlaag geleden. En nogmaals, als mensen boos zijn, ja, daar heb ik alle begrip voor. Maar ik denk wel dat naar de jongens en naar de staf toe, dat viel me niet mee. Gert, dankjewel en tot volgende week in Rijnsburg. Ja, tot volgende week.